Daily Minutes nummer 1608 met een uitzending voor vandaag 30 april 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag een korte uitzending en opnieuw pas om 10 uur 's avonds. Het zit nog niet helemaal mee met de gezondheid. Maar goed, het valt eigenlijk wel mee. Maar ik heb in ieder geval niet de energie die ik anders heb. En ik vind het ook verstandig om het even wat rustig aan te doen. Ik heb vandaag in de uitzending deel 3 van de serie over zelfbouw. Vandaag deel 3 in de serie over zelfbouw. Gisteren beschreef ik hoe bij mij de interesse voor de zendhobby begon en hoe deze in eerste instantie wortels schoot. Aan de reacties op dit deel 2 te oordelen was mijn eigen historie voor veel mensen een kwestie van herkenning met hun eigen historie. Ik was gisteren gebleven bij de aankoop van 2 walkie-talkies voor 27 MHz. Eindelijk had ik ze dan, de walkie-talkies die Lou Lab aanbood voor 27 MHz. Het waren apparaten met 4 transistoren en een super regeneratieve ontvanger die bij ontvangst een sterker ruissignaal uitzond dan de 50 mW zender van het portotje. Het is een kleine wereld. In de eerste Electrons die ik in 1973 kocht, stond ook een advertentie dat een bedrijf in mijn eigen woonplaats was heropend. Nou bleek dat heropend misschien wat te veel gezegd. Het bedrijf was daarvoor wel actief geweest, maar alleen vanaf de zolder van het ouderlijk huis in de Radboudstraat in Amersfoort. De heropening was in de Heidenstraat, Radio Disco Star Electronics, beter bekend als RDS Electronics. Dit bedrijf verkocht niet alleen onderdelen, maar ook dumpapparatuur en op beperkte schaal amateurapparatuur, onder andere van Kenwood. De eigenaar van het bedrijf, Fred Forstemans, met wie ik het in die tijd erg goed kon vinden, heeft een grote rol gespeeld bij mijn eerste zelfbouwactiviteiten. De man had de merkwaardige gewoonte om gerust voor een klant een zelfbouwschema door te rekenen en op zijn gemak passende onderdelen erbij te zoeken, waarbij hij gerust een hele stapel equivalentenboeken erbij haalde. Nadeel van die werkwijze was dat hij dat bij iedere klant deed, dus dat betekende ook dat als er 4 klanten voor je waren, je er meestal niet gegarandeerd binnen 2 uur weer de deur uitging. Maar goed, de andere klanten die er stonden waren zonder uitzondering ook hobbygenoten en ik zat in de eerste jaren dat ik er kwam nog op school, dus ik heb er redelijk veel gesprekken met hobbygenoten gehad waarbij ik ook nog de nodige technische kennis en ideeën opdeed. Het is een kleine wereld, zo sprak ik al, want de eigenaar van deze winkel had het vak geleerd bij notabene Lou Lab, waar hij enkele jaren had gewerkt voordat hij zijn eigen winkel begonnen was. Fred ging redelijk ver om me die eerste jaren bij mijn hobbyactiviteiten te helpen. Toen ik bijvoorbeeld een BC603 ontvanger bij hem kocht en later een 19Z, toen kwam hij die spullen, wat hij meestal niet deed, persoonlijk bij mij thuis afleveren. Bij een van die gelegenheden sprak hij uitgebreid met mijn ouders, die toen nog niet veel begrepen van die rare fascinatie van mij voor oude radiospullen. Ik was zoals gezegd eerder enthousiast over ontwerpen voor amateurapparatuur dan dat ik de 27 MHz portotjes kocht uit het vorige deel. 2 ontwerpen in die eerste Electrons die ik zag spraken mij in het bijzonder aan. Het ene was een dubbelzijbandzendertje. Ik wist al dat SSB vrij moeilijk te maken was en dubbelzijband had wat nadelen, maar het was goed te doen. Het tweede ontwerp was een zendontvangertje, een ontwerp van iemand uit Zweden dat de Optimist werd genoemd. Optimist waarschijnlijk omdat je wel een rasoptimist moest zijn om met het dingetje te willen QSO'en. Het ontwerp hiervoor dat sterk doet denken aan de tegenwoordige Pixie 2 was een echt zendontvangertje dat uit maar een paar onderdelen bestond. Er zat een oscillator in, zonder buffer, die direct op de seinsleutel was aangesloten. Bij ontvangst werd dezelfde oscillator gebruikt, met op de plaats van de seinsleutel een weerstand om het zendvermogen een stuk te verkleinen. Ik bouwde allereerst het zendertje, wat ik uitprobeerde op een geleende wereldontvanger die op 80 meter kon ontvangen. De kristallen voor de oscillator kocht ik bij RDS Electronics, die ze, als ik me niet vergis, in een schoenendoos bewaarde. Andere kristallen dan de tegenwoordige. Ze zaten in een behuizing zo groot als een lichtnetstekker en de pennen waren zo dik en zaten ook zo ver uit elkaar dat hij ook gewoon als stekker in het stopcontact paste, wat ik overigens nooit heb willen uitproberen. Bij de kristallen uit de schoenendoos zaten geen exemplaren voor 80 meter, maar geen probleem, zo sprak Forstemans, zoek er maar een paar uit voor 3,4 MHz, zo dicht mogelijk bij de 80 meter band. Dan leg ik je wel uit hoe je ze op de amateurband krijgt. Ik zocht er 4 of 5 uit, ze kostten een gulden per stuk, maar in een tijd van 5 gulden zakgeld per week was dit toch nog een flinke investering. De kristallen waren in een bakelieten behuizing en ze zaten met 4 schroeven dicht. Als je de 4e schroef eruit had, dan drukte een dikke veer het deksel eraf, waar aan de binnenkant een plakje rubber tegenaan lag om hem waterdicht te maken. Onder de veer zaten 2 metalen plaatjes, ruw vergroomd, met daartussen het kristal, groter dan 1 bij 1 centimeter, doorzichtig, melkwit en met meer dan 1,5 mm dikte. De zaak was nu om een klein laagje van het kristalmateriaal af te krijgen, niet te veel,
En bovendien moest de boven- en onderkant volkomen evenwijdig blijven verlopen en vlak, omdat anders de resonantie minder scherp was en er verliezen konden ontstaan. Vostermans had me geleerd hoe je dat moest doen. Voorzichtig en zo evenwijdig mogelijk achtjes draaien met het kristalplaatje op een stukje glas. Gebruik FIM als je een grote frequentieverandering wilt, JIF als je wat dichter bij de frequentie komt en polijst hem vervolgens mooi glad met tandpasta. Dat bleek nog een heel werk te zijn. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. Abonneer je nu gratis op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, /F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.